Goedenavond, beste mensen. Welkom bij de informatieavond betreffende het woningbouwplan De Laak aan de Tongerense Straat in Eindhoven. Om te beginnen, normaliter houden we dit soort bijeenkomsten fysiek met elkaar, maar in verband met de gezondheidsmaatregelen rondom de corona zien we ons genoodzaakt deze informatie met jullie te delen via een online meeting. Later op deze avond zullen we met twee mensen achter deze balie staan. Weet dan dat er in ieder geval een plastic scherm tussen de twee personen aanwezig is. Voor mij is het overigens de eerste keer dat ik een dergelijke online meeting doe. Dus hopelijk gaat dat goed en naar ieders tevredenheid. Mijn naam is Roel van Hagen en ik ben werkzaam bij Occo Project in Eindhoven. Ik ben ingeschakeld om namens woonbedrijf de ontwikkeling van De Laak te leiden en te organiseren. Ik ben vanaf september vorig jaar betrokken en verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. En dit doe ik samen met Pascal Severijns van Woonbedrijf. En Woonbedrijf is eigenaar van de gronden en van de scholen en is ook initiatiefnemer. Vanavond zullen naast mij nog een drietal andere sprekers aanwezig zijn. Dat zijn, zoals ik net al aangaf, de heer Pascal Severijns, vastgoedontwikkelaar bij Woonbedrijf. Daarnaast is Sylvie Groenendaal aanwezig. Zij is woonconsulente. Ten slotte zal Paul Bouw, architect van de loodsarchitecten, het nodige vertellen over het plan en de inhoud van de plannen. U heeft als belanghebbende en of als buurtbewoner een uitnodiging van ons recentelijk ontvangen voor deze digitale bijeenkomst. Fijn dat u vanavond aanschuift en wij kijken ernaar uit u vanavond zoveel mogelijk te informeren over de plannen. Hopelijk krijgt u een goed beeld en daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Hiervoor kunt u het komende uur op de stel een vraagknop drukken die u terug kunt zien in de chatfunctie. We proberen aan het einde van de avond zoveel mogelijk uw vragen te beantwoorden. Daar hebben we ruimte voor ingepland. Maar als er te veel vragen komen, zullen we deze vragen achteraf nog beantwoorden. En zullen we dit communiceren via de website waarop u nu ook bent ingelogd. Doelstelling van de avond is u vanavond zoveel mogelijk te informeren. Maar anderzijds hebben we ook een drietal polvragen die we vanavond de revue laten passeren, waarbij wij graag uw mening polsen. De agenda. Ik zal zo meteen starten met heel kort de huidige stand van zaken toegelicht. Daarna zal Pascal Severijns kort het woord tot u nemen en iets vertellen over de historie en de uitgangspunten van deze ontwikkeling. Daarna zal Paul Bouw, architect van het plan, u in ongeveer 30 minuten het plan nader toelichten, waarin gegaan wordt op de bebouwing, bebouwingshoogtes, parkeren, ontsluiting, groen, de bomen, het woonprogramma, etc. Na de presentatie zal ik nog even iets kort toelichten over de planning. En daarna is er ruimte voor de beantwoording van een aantal vragen. Zoals gezegd, iets over de huidige stand van zaken. Het ontwerp dat u vanavond te zien krijgt is nog een voorlopig ontwerp. Dat wil zeggen dat dit helemaal nog niet vast ligt. Het plan is nadrukkelijk nog niet definitief. En daarom is het goed dat we u ook in deze fase informeren en uw mening belangrijk vinden. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan en alle onderzoeken die daarvoor nodig zijn. Een bestemmingsplan, voor degene die dat misschien niet helemaal duidelijk is, is een procedure die we moeten volgen om toestemming te krijgen van de overheid, van de gemeente, om woningen te kunnen gaan bouwen. Nou, wat moet u denken aan de onderzoeken? We kijken nu al bijvoorbeeld naar flora en fauna, of dat er bijvoorbeeld vleermuizen aanwezig zijn en de bomen die op het terrein aanwezig zijn. We doen bijvoorbeeld geluidsonderzoek of bodemonderzoeken, hoe het met de bodemgesteldheid is, of dat er eventueel verontreiniging aanwezig is. We doen verkeersonderzoek of parkeeronderzoek. Nou, zo doen we diverse onderzoeken.
En dan hebben we eigenlijk voor nu de eerste polvraag. En die polvraag, waar we graag uw mening van willen horen, die luidt als volgt. Hoe zou u graag betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen rondom dit project? Nou, daar hebben we vier keuzeopties voor. Antwoord A is via nieuwsbrieven. Antwoord B via een klankbordgroep die we zouden kunnen oprichten. C via online presentaties, zoals nu. Of D, ik hoef liever niet meer betrokken te blijven. Nou, voordat we inhoudelijk het plan gaan bespreken, geef ik het woord zometeen aan Pascal Severijns van Woonbedrijf, die al veel langer bij deze ontwikkeling is betrokken. En die u iets kan vertellen over vooral de historie en ook de uitgangspunten van de planontwikkeling. Goedenavond, dankjewel Roel voor de introductie. Ik wil eventjes iets vertellen over de historie van het plan. Wij hebben het perceel waar de school op staat gekocht van de gemeente Eindhoven in 2018. En het perceel waar het gemeenschapshuis De Ronde op staat hebben wij in 2020, dus eigenlijk vorig jaar gekocht, nadat het gemeenschapshuis eigenlijk in de problemen was geraakt, voornamelijk door corona, maar ook wel door de omvang van het gemeenschapshuis en de vraag naar ruimtes daar. Bij de aankoop van de school in 2018, die wij van de gemeente hebben gekocht, hebben we een aantal afspraken gemaakt met de gemeente, waaronder dat wij ook zouden gaan kijken om een Turkse vereniging, Lale, dat is een vereniging van Turkse ouderen, te huisvesten. Dat heeft Woonbedrijf wel eerder gedaan, verschillende locaties, om oudere mensen van een bepaalde groepering samen te laten wonen. En dat werkt heel goed. In dit geval hebben we met ouderen gekeken, kunnen we een stichting vormen waarmee we ook goede afspraken kunnen maken. En dat hebben ze gedaan in 2019. Daar hebben we heel goede gesprekken mee vooralsnog over hoe de invulling in het traject moet zijn. Voordat wij De Ronde hadden gekocht, hadden we al een plan. En dat plan hebben we afgelopen jaar aangepast op de nieuwe situatie. Maar daar gaat Paul Bouw, de architect, straks meer over vertellen. De Turkse vereniging zal ongeveer 20, 21 appartementen van het geheel van de 53 appartementen gaan huren. Het buurthuis dat gesloopt zal worden waarschijnlijk om een nieuwbouwontwikkeling plaats te kunnen maken aan op het perceel. Dat zal wel terugkomen, waarschijnlijk voor ongeveer 150 vierkante meter in een nieuwe ontwikkeling. Om te kijken van ja, wat moet daar nou in? Dat is nog niet heel vast omlijnd. Hè? Wie gaat het buurthuis voortzetten en welke verenigingen zouden daarin komen? Dat weten we nu nog niet precies, maar dat zijn we nu aan het onderzoeken. Met een aantal mensen ook uit het bestuur van het buurthuis, van het voormalig bestuur en met de gemeente samen en een aantal andere organisaties die in de wijk opereren. Het programma van de totale plek zal ongeveer 50 tot 53 appartementen zijn. En dat worden allemaal sociale huurappartementen, want Woonbedrijf vergoedt uiteraard alleen sociale woningbouw. Dat betekent dat het grootste gedeelte ook onder de eerste aftoppingsgrens zal zijn. En dat is ongeveer €630, daar moeten we ongeveer aan denken. En de rest van de woningen zullen allemaal sociaal zijn. Dat betekent dat ze onder de €750 verhuurd zullen worden. Ik denk dat ongeveer is wat er tot nu toe is gebeurd vanaf 2018. Ik denk dat over de inhoudelijkheid van het plan de architect jullie wat meer kan vertellen. Dus Paul, graag jou. Dankjewel Pascal. En Roel, dank voor de introductie. Kort, mijn naam is Paul Bouw, dus architect bij De Loods Architecten. Wij zijn ook al een tijdje bij het project betrokken en vandaag zou ik graag met u het voorlopige ontwerp laten zien wat we tot op heden hebben gemaakt.
ook al laten liggen. U allemaal bekend, de locatie waar we het vanavond over gaan hebben, het schoolgebouw De Laak, hier in de cirkel te zien, en het naastgelegen gebouw De Ronde. Voordat ik u het ontwerp laat zien, wil ik u graag even meenemen in eigenlijk in het onderzoek wat we hebben gedaan naar de geschiedenis van de locatie en ook naar het onderzoek wat we naar de bestaande gebouwen op het terrein hebben gedaan. Even heel kort terug in de geschiedenis, in de tijd. U kijkt hier naar een oude kaart van Tongeren, van dit stadsdeel. Het is misschien, ik hoop dat voor u goed te zien is. We hebben in oranje, ik ga het toch even aanwijzen. Dit is de huidige locatie waar we het over hebben. Dit is ruim 100 jaar geleden, toen de Tongerense straat al wel bestond. Het is een van de oudste straten van Eindhoven, die een oude radiaal met ook bijzondere historische gebouwen. En ook heel karakteristiek, waarna een deel van de wijk vernoemd is, is de riviertje De Lakerloop, die daar vroeger liep en uitmondde in de Dommel. Deze rivier is later gedempt. En op die plek waar die rivier liep, daar zo ongeveer is De Laak gebouwd. In 1922 als een school, als een vrijstaand gebouw. Het is hier al te zien op een kaart. Het is dit rode stipje aan de Tongerense straat. Ik hoop dat het goed te zien is. Dat is in 1922 geweest. Een aantal jaren later, dat is in de jaren 30, is er vervolgens een zijvleugel gebouwd, een tweede school eigenlijk. En aan de andere zijde een patronaatsgebouw. Je ziet hier de verdere verstedelijking van Eindhoven. Maar bijvoorbeeld nog geen bebouwing aan het kanaal, waar op dat moment dus nog niet de industrie aanwezig was die u vandaag de dag kent. En dit is alweer de situatie vandaag. Volledig bebouwd. Het riviertje zien we alleen nog maar terug in de naamgeving van de wijk, Lakerlopen. Inmiddels is de bebouwing is deels vervangen, maar daar kom ik zo even op terug. Ja. Hier ziet u eigenlijk een uitsnede van die Tongerense straat. Zoals al gezegd, een historische radiaal van Eindhoven met veel karakteristieke gebouwen. Ook in de dialoog die we tot op heden met de gemeente Eindhoven hebben gehad, is dat ook iets waarin De Laak ook een belangrijke positie speelt. Een gebouw wat er al bijna 100 jaar staat en beeldbepalend is, zoals ook andere gebouwen dat zijn. Denk aan het DAF-museum, denk aan het Apollohuis, het kantoorvilla van Piekus, die herinnert aan de houtindustrie die daar vroeger zich bevond. En dat is wel heel belangrijk dat we eigenlijk die historische gebouwen terugkeren en misschien wel kunnen versterken met de nieuwe ontwikkeling die wij hier gaan doen. Hier even een paar foto's van vandaag de dag aan de rechterzijde voor u. En aan de linkerzijde twee foto's uit het archief. Linksboven ziet u een foto van de zijgevel van De Laak en de zijvleugel die daar in de jaren 30 aan is gebouwd. En aan de onderzijde ziet u rechts van De Laak ziet u het patronaatsgebouw wat in eind jaren 70 is afgebrand. En waarvoor in 1982 gemeenschapshuis De Ronde is gebouwd, wat u vandaag de dag kent. En wat u dus aan de rechterzijde ziet. Een gebouw van, ook van twee lagen hoog, maar niet in die karakteristieke architectuur die eerder het patronaatsgebouw kenmerkte. De school is door de tijd ook meerdere keren aangepast. Is behoorlijk verbouwd, ingrijpend in de jaren 80, waarin de entree is verplaatst naar de zijingang. Hier te zien is eigenlijk de hele entree aangepast. Maar vooral ook die vleugel is eigenlijk behoorlijk aangetast van binnen, van buiten. Zodat we die niet meer echt als karakteristiek kunnen zien. Een paar foto's ook van de huidige situatie. Wat u hier goed kunt zien is op de foto in het midden. Dit is eigenlijk de centrale entree van vroeger van het schoolgebouw van De Laak. En daar is de entree dichtgemetseld en hebben ze die twee ramen gemaakt. Hier misschien nog te zien, ander metselwerk. Er is een verlaagd plafond aangebracht, waardoor er van dit soort panelen in de gevel zijn gekomen.
elementen die het niet fraaier hebben gemaakt. En we zien nu in ieder geval met de ontwikkeling zien we kans om dat weer te herstellen. En eigenlijk die oude glorie van de Laak terug te brengen. Nog laatste foto's van de bestaande situatie. De Laak van voren, de naastgelegen de Ronde. Aan de onderzijde ziet u eigenlijk twee foto's van het achterterrein. Het terrein wordt ontsloten vanaf de Rubensstraat. Daar is een doorsteek eigenlijk tussen de bebouwing door. Dat hoef ik u denk ik eigenlijk allemaal niet uit te leggen. Maar vanaf daar kunt u eigenlijk van achter het schoolplein benaderen. Er zijn ook parkeerplaatsen aanwezig en een aantal belangrijke bomen die we ook willen handhaven. We hebben, voordat we aan het plan hebben ook een bomeninventarisatie gemaakt van het terrein. U ziet hier eigenlijk een tekening van de huidige situatie. Met aangegeven van welke bomen zijn op dit moment aanwezig. Welke bomen zijn belangrijk, welke zouden we graag willen behouden. En om daar even een paar van uit te lichten. Dat is in het bijzonder die grote willig die hier staat. Zeer karakteristiek. Ook voor het gebied, omdat het eigenlijk van oudsher dus een gebied is wat lager ligt. Die lakerloopstroom die hier vroeger, dus het is een wat lager deel van Tongeren, natte gronden. En daar gedijt zo'n wilg heel erg goed. En aan de voorzijde ook heel mooi, aan weerszijde van de entree, die zwarte elzen, 2x2, die aanwezig zijn. Nou, dat zijn elementen die we, waar we rekening mee houden, ook bij het nieuwe plan wat we hebben gemaakt. Foto van bovenaf. Ik draai nu even de kaart. Dus u kijkt nu hier aan de onderzijde. Dit is nu de Tongerense straat. Dus we zijn eigenlijk iets gedraaid. Dit is de Laak. Hier ziet u de Ronde en die haak eigenlijk. En dit is die zijvleugel. En eigenlijk wat ook meteen opvalt is hoe versteend de locatie is. Uiteraard, het was een school. Dus er moest voldoende ruimte zijn voor een schoolplein. Maar het is eigenlijk volledig verhard met een aantal bomen. Maar we zien eigenlijk aanleiding als we dus nieuwbouw gaan plegen, ook op deze locatie, ook aanleiding om het totale terrein groener te maken dan dat het nu het geval is. Een eerste conceptschets eigenlijk die we hebben gemaakt met het idee dat we voor de locatie hebben was van behoud dat laaggebouw, versterk dat gebouw, zorg dat die oude entree weer teruggebracht wordt. Maar het gebouw de Ronde en ook de zijvleugel die door de tijd is, eigenlijk is aangetast, die willen we eigenlijk slopen en daarvoor nieuwbouw terugbrengen. En eigenlijk met het idee van we maken een soort van omarmend gebaar van twee volumes die we toevoegen. Dus dit is het bestaande laaggebouw. En eigenlijk twee volumes die samen een nieuwe groene hoftuin omarmen. Waaraan gewoond wordt, waar nieuwe bomen geplant worden, waar een bestaande boom gehandhaafd kan blijven. En op zo'n manier eigenlijk het plan vorm te gaan geven. Waar we ook aan vast willen houden is eigenlijk die toegang vanaf de Rubensstraat. Die nu toegang geeft tot het achterterrein, waar nu al parkeerplaatsen aanwezig zijn. Maar dat willen we op een andere manier gaan inrichten. Bomen behouden en ook toegangen tot achtertuinen, waar dat op dit moment het geval is, ook die dat willen we ook handhaven. Dus daar is het plan, speelt daarop in. Dan eigenlijk een stap verder, is al wat concreter. Hebben we gekeken naar hoe zou je nou hier dat woonprogramma, de wens van woonbedrijf, zoals al gezegd, tussen de 50 en 53 appartementen, hoe zou je dat nou kunnen toevoegen? En we stellen dus eigenlijk voor om een nieuwe vleugel te maken. Dus dit is het gebouw van de Laak. Dit gebouw in eerste instantie gewoon te transformeren. Dus waar nu een schoolgebouw is, om van die klaslokalen, om daar appartementen van te maken. 14 in totaal. En 38 appartementen eigenlijk in, wat hier in oranje is vormgegeven, eigenlijk om dat in dit volume en in dit volume te gaan realiseren. Hier in een volume van 2 lagen, met een accent hier naar 3. En in dit gedeelte 3 lagen, plaatselijk 2 en ook 3 lagen hoog. De entree, zoals al gezegd, om die terug te brengen. En ook ruimte te houden ten opzichte van het bestaande laaggebouw. Zodat zich dat misschien nog wel meer wordt vrijgezet aan de Tongerense straat dan dat nu het geval is. We hebben een 3D-model gemaakt en hebben een aantal impressies gemaakt. En die zou ik u even willen laten zien. Van wat voor beeld we daar nu bij hebben qua massa
En ook hoe we die woningen zouden willen ontsluiten. Dus we willen eigenlijk appartementen maken die allemaal ook hier uitkijken op die hoftuin. Of aan de voorzijde hier aan de Tongerse straat wonen. Zo. En dat geldt ook voor de woningen van De Laak. He, dus die in die te transformeren school komen te zitten, die kijken naar de straat toe, maar die kijken ook naar die hoftuin toe. En om vervolgens het parkeren aan deze zijde te situeren, 25 parkeerplaatsen te maken en 10 parkeerplaatsen op deze plek, waarbij het wegdeel ook achterlangs de achtertuinen loopt van de woning aan de Rubenstraat, zodat toegangen die hier nu ook zijn, gehandhaafd kunnen blijven. Nou, de treurwillig is net al genoemd. Die is uiteraard ook. Die krijgt een prominente locatie, dus die behouden we. Maar we zien bijvoorbeeld ook in die centrale hoftuin die we introduceren, zien we ook aanleiding om daar bijvoorbeeld water op te vangen. Dat ligt dus al lager, maar we zouden hier al het regenwater van het terrein kunnen opvangen. En wellicht ook een nieuwe treurwillig kunnen planten. Een aantal impressies. Even recht van voren. Misschien belangrijk om te noemen is dat we ook hier een volume eigenlijk willen maken wat aansluit hierbij de bebouwing aan de Tongerse straat. Dus direct aansluit op de straat, op de naastgelegen Harman die zich hier bevindt. En dan zien we ook ruimte om hier aan de straat een nieuwe collectieve ruimte te maken. Daar kom ik zo in de plattegrond nog even op terug. Vervolgens hebben we in twee kleuren de bomen aangegeven. Sorry. En in donkergroen, ik hoop dat u het onderscheid kunt zien. De donkergroen, dat zijn eigenlijk de bestaande bomen die er nu aanwezig zijn. En die willen we dus allemaal zoveel mogelijk handhaven, ook hier aan de voorzijde. En dat vervolgens aanvullen met nieuwe bomen op het binnenterrein, de hoftuin en in de afscheidingen naar achteren toe. Om daarmee dus die plek verder te vergroenen. We hebben nog geen ontwerp gemaakt van hoe die woningen eruit gaan zien. Maar we hebben wel een idee wat voor sfeer we daar ongeveer zouden willen realiseren. We denken daarbij, dus je hebt een heel klassiek bakstenen gebouw wat daar staat, maar we willen in die nieuwbouw willen we daar wel op aansluiten. Dus oud en nieuw, dat een mooie combinatie met elkaar gaat vormen. Dus we denken ook aan ambachtelijke architectuur, wil ik ook gebruik van metselwerk, ook voor de nieuwe gebouwen, zodat oud en nieuw mooi samenkomt op deze plek en dan rondom die groene centrale ruimte. Dus dit zijn een aantal referentiebeelden, niet van hoe het gaat worden, maar wel qua sfeer of materiaalgebruik waar we aan denken bij de verdere uitwerking van dit plan. Hier draaien we eigenlijk even. Dus we kijken hier vanaf de Rubenstraat, kijken we op een vogelvlucht terug naar het plan. Dus we maken al die woningen die we met een galerij eigenlijk aan de achterzijde willen ontsluiten. Dus alle, zeg maar, de woonkamer en de slaapkamer die liggen aan de hofkant. Maar de toegang tot de appartementen die ligt aan de buitenzijde. Zodat ook in relatie met privacy naar de buren toe zoveel mogelijk gewaarborgd is. En ook aan de bestaande laaggebouw willen we ook een galerij, balkon aan de achterzijde van het schoolgebouw maken. Waarmee die familie worden van elkaar en ook aan elkaar hier aan elkaar vast komen te zitten. Hier draaien we eigenlijk nog een keer helemaal naar het achterterrein toe. Hier duidelijk zicht op het parkeerterrein. We denken hier nu ook al bijvoorbeeld aan om niet alleen maar dat in tegels of asfalt of zo toe te voegen, maar ook in een soort van halfverharding toe te passen. Dus waar mogelijk gaan alle tegels uit de locatie en wordt tuin en groen toegevoegd. Maar ook het parkeren proberen we op een groene manier vorm te gaan geven. Zodat ook wateropvang op het eigen terrein is gewaarborgd. En ook zeg maar de opwarming van de locatie in de zomer kunnen beperken. Zoals al gezegd, we voegen hier dus, of in totaal komen hier 35 parkeerplaatsen. En zoals op dit moment de stand van zaken is, gecombineerd ook met twee deelauto's die op dit terrein geplaatst zullen worden voor gemeenschappelijk gebruik. Hier is nog duidelijk te zien, dus de ontsluiting dat we ook hier die weg eigenlijk langs die achtertuinen handhaven
Die is 6 meter breed, zodat je ook royaal in en uit kan steken. En dat geldt ook richting de garage die zich hier bevindt. En dan draaien we eigenlijk weer terug naar de Tongerense straat. Hier ziet hij eigenlijk in de massaopbouw ook. Hè? Dus dit is dat volume wat we aan de straat toevoegen. En dat maken we 2 lagen hoog. Maar die bovenste lagen, dat doen we eigenlijk bij de meeste appartementen, die leggen we net iets terug ten opzichte van de onderliggende laag. Waardoor de massa ook wat kleiner oogt. Daarmee ook gewoon aansluit eigenlijk op de bestaande bebouwing die zich aan de Tongerense straat bevindt. Maar dat in zijn geheel ook altijd ondergeschikt blijft aan de laag. We willen het schoolgebouw zoveel mogelijk naar voren laten komen. Dat is het hoogste gebouw en dat blijft ook zo in de toekomst. Nou, over de vergroening van de locatie al een aantal keren. U heeft het denk ik in de beelden ook wel kunnen zien. Hè? Dus waar mogelijk, uiteraard we voegen bebouwing toe, maar we halen ook bebouwing weg. Maar we halen vooral heel veel verharding, heel veel bestrating weg. En dat biedt gewoon ruimte om op een andere manier het terrein in te richten. Wellicht ook samen met de bewoners. Maar we denken daarbij ook aan vegetatie die juist goed gedijt op natte gronden. Hè, laaggelegen gronden. Ruimte voor insecten. Voor, met een mooi woord, biodiversiteit. Om die te vergroten op de locatie. Door nestkasten te maken voor vleermuizen en vogels. En die ook al onderdeel te maken van de gevels van de nieuwe gebouwen. Dit is iets wat we al hebben de laatste jaren steeds meer toepassen. Het parkeren, daar willen we ook uit het zicht. Dus zoveel mogelijk ook in het groen opsluiten met een haag eromheen. Dus waar we kans zien om te vergroenen, dan zullen we dat zeker aangrijpen. Hier nog een tweede impressiepagina van hoe we daartegen aankijken. Omdat dus die grond heel van oudsher eigenlijk nat is, zouden we hier ook een wat lager gelegen deel kunnen maken met misschien een speelelement. Waar dus bij een hevige regenbui als een soort wadi het water opvangt, een nieuwe treurwilg kan geplant worden. En wellicht ook nog groen in de gevel toevoegen. Maar goed, dat zijn, dan lopen we vooruit op de feiten. Dat zal straks bij de verdere uitwerking nog moeten blijken. Maar we zijn wel benieuwd hoe u daartegen aankijkt. En dan komen we meteen bij de tweede polvraag. Hoe kijkt u aan tegen de toegankelijkheid van de tuin? Het is nog niet specifiek benoemd, maar daar hebben we het met elkaar de hele tijd over. Van, is nou die tuin straks alleen toegankelijk voor de bewoners? Hè? Dus hier antwoord A. Of is het een tuin die zowel voor de bewoners toegankelijk is, maar ook voor de buurtbewoners. Dus eigenlijk de plek wordt min of meer doorwaadbaar. Dat je van de Tongerense straat via die hoftuin naar de Rubensstraat toe kan lopen. Of zegt u, nou, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat laat ik aan u. We zijn wel heel benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt. Kom ik bij de laatste slide aan van mijn verhaal. Dat is een beetje een hele saaie slide, maar dit geeft eigenlijk een doorsnede op de begane grond. Dus op de, van hoe we heel specifiek de inrichting nu van die woningen zien. En dan zien we eigenlijk hier dus dat gebouw van de Laak met een centrale entree. En aan weerszijde zouden we dan 2x2 appartementen willen maken. Hier zouden we een lift willen maken, hier zouden we appartementen willen maken. En op een vergelijkbare manier willen we dat ook hier doen. Met ook een grote fietsenstalling willen we hier maken. Dus het is niet alleen parkeren voor de auto, maar ook voor de fietsen willen we op een goede manier in het gebouw oplossen. En tot slot is eigenlijk dit volume dus hier aan de straat, wat we net al even benoemden, om hier, en dat is optioneel, om hier een ruimte te maken voor de ronde, om een nieuwe gemeenschappelijke ruimte aan de Tongerense straat te maken. Worden in ieder geval gesprekken over gevoerd. En als die als dat lukt, dan kan die op zo'n manier terugkeren in het nieuwe plan. In totaal 53 appartementen, 35 parkeerplaatsen. Dat is in ieder geval de stand van zaken vandaag. Dat was in het kort mijn verhaal. Dan geef ik graag het woord weer aan Roel. Ga ik weer naar het woord.
Dankjewel, Paul, voor jouw toelichting van de plannen die er zijn. Ik hoop dat de mensen een goed beeld hebben gekregen van de plannen. Dan komen we eigenlijk meteen aan de derde polvraag. Ik hoop dat de mensen al toe zijn gekomen aan het beantwoorden van de tweede vraag. Maar dit is inmiddels de derde vraag. En die luidt van, ik heb een goed gevoel bij de plannen die er zijn om het leegstaande schoolgebouw en het omliggende terrein daaromheen een nieuw leven te geven. We zijn heel erg benieuwd, ook mede naar aanleiding van de plannen die er vanavond zijn of worden toegelicht, of dat u het daarmee eens bent, of dat u het daar gedeeltelijk mee eens bent. Nou, misschien zegt u van, nou, ik vind het mooi, maar ik ben het toch voor een groter gedeelte eigenlijk niet zo eens, dus ik ben het meer oneens. Of u zegt van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niets en ik ben het er volledig oneens mee. Dat zijn eigenlijk de vier keuzes die we voor u vanavond hebben. Nou, neem de tijd om daar rustig op te antwoorden. Dan ga ik door naar eigenlijk, voordat we toekomen aan het stellen en het beantwoorden van uw vragen die u hebt ingestuurd vanavond. Een stukje over planning. Vindt iedereen natuurlijk ook altijd heel belangrijk. Ja, het eerste is overleggen met de gemeente. Dat doen we natuurlijk al een gehele tijd. Heel intensief eigenlijk al vanaf eind vorig jaar, begin dit jaar. Over überhaupt, zeg maar, van wat gaan we daar nou in hoofdlijnen maken. Nou, die gesprekken die lopen natuurlijk nog steeds. Daar zijn formele processen voor, stappen voor gemaakt. En ik kan zeggen dat de gemeente op hoofdlijnen positief heeft gereageerd. Dat is ook het moment dat we nu zeggen van, we zitten nu inmiddels 1 juni, dat we zeggen van, we gaan ook, we weten wat we van de gemeente mogen maken, kunnen maken, waar ruimte voor is, dat we dit met u willen overleggen. We noemen dat die buurparticipatie. Dat doen we ook met meerdere verenigingen die actief zijn in de wijk. Nou, dat noemen we buurparticipatie. Zoals ik al eerder aangaf, we zitten nu in een fase waarin we een voorlopig ontwerp hebben. Wat ik ook al eerder aangaf, is dat we op dit moment bezig zijn met het opstellen van een bestemmingsplan, wat we nodig hebben, en alle benodigde onderzoeken. Nou, die hele bestemmingsplanprocedure, daar zijn allerlei formele stappen in te nemen. Dat is nou op basis van de huidige wetgeving die geldt. Dat kost nou eenmaal tijd. Dus daar hebben we toch zo'n beetje tot begin volgend jaar, april volgend jaar, de ruimte voor nodig. Ook om onderzoeken nog af te ronden. En als het dan allemaal mee zit en we hebben geen bezwaar, dat is wel even een belangrijk uitgangspunt om te benoemen, dan zouden we in mei volgend jaar ongeveer een onherroepelijk bestemmingsplan kunnen hebben. Als je dat dan hebt, dan kun je een aanvraag doen voor voor een omgevingsvergunning die je nodig hebt om te kunnen starten met de bouw. Nou, die kunnen we dan, nadat we een onherroepelijk bestemmingsplan hebben, in mei indienen. Dan hopen we in september van volgend jaar een onherroepelijke bouwvergunning of omgevingsvergunning te hebben. En dan hopen wij in september volgend jaar te kunnen gaan starten met de bouw. Nou, we verwachten dan dat we met ongeveer een maand of 14, is een inschatting om een bouwperiode nodig te hebben, hopen we in het einde van 2023 de appartementen te kunnen opleveren. Dat is in grofweg de planning. Dan heeft u daar een beetje een gevoel en een beeld bij hoe wij dat voor ogen hebben. Dan gaan we eigenlijk naar het hoofdstukje 5, vragen en antwoorden. En daarvoor wil ik als eerste Paul uitnodigen, als architect. We gaan dat doen in drietal clusters, allereerst met Paul. Ja. En nogmaals, we hebben hier een scherm hangen, dus mensen, ben erop gerust dat wij de coronamaatregelen in acht nemen.
En vervolgens gaan we, nadat we met Paul een aantal vragen hebben beantwoord, gaan we dat met Pascal nog doen. En tenslotte met Sylvie Groenendaal, ook van Woonbedrijf als woonconsulent. De allereerste vraag die ik hier voorbij zie komen is: het is ons niet duidelijk welke bomen precies blijven staan. Wellicht kunt u dat straks nogmaals toelichten. Ja, Paul, kun jij dat... Als ik de afstandsbediening even mag. Ja, alsjeblieft. Meteen even. Gaan we even terug in de presentatie. Het handigste is even... welke blijven staan hier? Zijn de donkergroene. Even kijken, dat zijn... Het is deze groep bomen die hier aan de parkeerplaats ligt. Dat is de... monumentale wilg die zich hier achter bevindt. Twee bomen die zich hier naast de zijvleugel nu bevinden. En die daarmee ook zeg maar afstand houden tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw. Eén boom hier op het binnenterrein. Eén boom hierachter. En aan de voorzijde vier zwarte elzen. En die ook als zeer karakteristiek zijn aangeduid. Deze zijn dat eigenlijk niet zo. Dus het zou kunnen dat daar straks nog vervangende bomen voorkomen. Maar waar mogelijk willen we zoveel mogelijk handhaven. Dus in ieder geval de belangrijkste die benoemd zijn... zijn die vier zwarte els hier aan de voorkant en die grote wilg hierachter. Eén grote boom die hier ook nog hierachter vindt... die dienen we wel te rooien. Omdat daar eigenlijk, omdat die midden op de parkeerplaats komt te staan. Oké. Okay. Dankjewel. Dan gaan we naar de tweede vraag die ik voorbij zie komen. Wij genieten erg van de esdoorn en de beuk, maar krijgen nu direct een appartement tegen de schutting. Lijkt me duidelijk dat we dat helemaal niet oké vinden. Nou weet ik zelf even niet waar de esdoorn en de beuk staan. Ja, dat is even welke locatie. Even kijken of misschien naar de... Is dat een vraag die we nu kunnen beantwoorden? Ja, het lijkt me... Want we krijgen nu appartementen tegen de schutting aan. Het is niet helemaal helder waar, welke locatie... Nee. Is dat bij de hammam? Kan ik hier even ook niet uithalen. Ja. Die willen we graag beantwoorden. Zullen we serieus naar kijken. Maar we gaan even naar de volgende vraag. Want we weten niet helemaal precies waar nu bedoeld wordt. En ja. Ik weet ook niet precies waar het beuk en de esdoorn staat. Ja. Dus daar komen we op terug. Gaan we naar de volgende vraag. Waarom appartementen niet meer naar binnen toe op het centrale... Waarom appartementen niet meer naar binnen toe op het centrale gedeelte? Oh, ik denk dat dat te maken heeft met de afstand. Ja. Nou, we hebben verschillende studies uiteraard ook gemaakt. Hè, van hoe zou je dit nou het beste kunnen ontwerpen en de terrein het beste bebouwen. Waar we eigenlijk voor gekozen hebben is min of meer ook op de locatie waar nu de zijvleugel staat. En dan iets verschoven van de school. En op de locatie waar nu ook de ronde staat om daar ook terug te bouwen. En eigenlijk ruimte te maken voor een centrale hoftuin. Zoals dat eigenlijk op dit moment ook al het geval is. Alleen is het nu een verharde stenen schoolplein. Dus maatvoering wordt enigszins aangepast. Maar bebouwing wordt lager bijvoorbeeld dan de noklijn. Dus de kap van de zijvleugel. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk tussen de bomen. Met behoud van de bomen, met behoud van de karakteristieken van de plek. Ook het nieuwe plan vorm te geven. Oké, okay, ja. Dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. Kunnen jullie de parkeerplaatsen niet plaatsen als buffer richting de huizen aan de Pieter Breugelstraat? Waar ze nu zitten is relatief weinig woonlast tegenover. Even focus op de vraag. Kunnen jullie de parkeerplaatsen niet plaatsen als buffer richting de huizen aan de Pieter Breugelstraat? Er heeft meerdere redenen waarom we het niet gedaan hebben. Dus enerzijds is dat ook omdat daar ook bestaande bomen staan waar we niet naartoe... die we graag willen laten staan. Anderzijds
dienen we dan ook nog meer verharding weer toe te voegen. Hè. Nu kunnen we eigenlijk het terrein oprijden en min of meer op de locatie waar nu ook geparkeerd wordt, zo dicht mogelijk, mm-hmm. zo compact mogelijk moet ik ook zeggen, het parkeren oplossen. Zodat er op de rest van de locatie zoveel mogelijk ruimte voor groen aanwezig blijft. Ook op de, als buffer naar de woningen van de Pieter Breugelstraat. Dus het behoud van een aantal bomen. Maar wellicht ook met nieuw groen. En misschien moet daar nog wel een nieuwe boom bijgeplaatst worden die dan als buffer kan gaan fungeren. Ik snap het. En anders zou je misschien ook nog je ontsluiting vanaf de Tongerense straat moeten gaan maken. En dat wil je liever ook niet. Dat zou de alternatief. Of je legt hem helemaal door of vanaf de Tongerense straat. Maar dat zou stedelijk kunnen. Zou de gemeente ook nooit mee akkoord gaan om daar een directe toegang te maken vanaf, vanaf de straat. Nee. Dat is een drukke weg. Ja, helder. Ik zie 35... Min 2 parkeerplaatsen voor 53 appartementen. Hoeveel parkeerdruk verwachten jullie op de nu al overvolle straat? Ja. Ik weet niet of dat jij er iets over kunt zeggen, maar ik heb daar in ieder geval misschien ook een antwoord op. Ja. We hebben onlangs nog parkeeronderzoek laten uitvoeren in de wijk. En daarin is eigenlijk de conclusie dat er overcapaciteit is qua parkeren. Met name ook aan de directe omgeving rondom de ontwikkeling. En daar is echt een overcapaciteit volgens de parkeeronderzoek aanwezig. Dus wij verwachten daar eigenlijk geen problemen ten aanzien van parkeerdruk. Overigens heeft het ook, we hebben ook hier te maken met parkeernormen van de gemeente Eindhoven. Die zijn in Eindhoven de afgelopen jaren ook gewijzigd. En de gemeente staat ook niet toe om heel veel parkeerplaatsen toe te voegen bij nieuwbouwontwikkelingen binnen de ring. Dus daar zit ook wel een beperking aan. Dus dat proberen we deels dus ook met die deelauto op te lossen. We hebben het hier ook over sociale woningbouw. Autobezit is minder groot. Dus het is in lijn met de eisen van de gemeente Eindhoven. En het parkeeronderzoek biedt daar ook nog wel ruimte voor. Ja. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Goed te horen dat er veel vragen binnenkomen. Fijn om te zien. Wat is de voorziene functie van de strook tussen de Pieter Breugelstraat en het appartementencomplex? Ja, dat is dus ook om dat dus als groen in te richten. Hè? Dus dat in lijn met die andere vraag. Dus daar willen we eigenlijk ook in groen een buffer maken. Dus met behoud van twee van de bomen. Wellicht ook nog met nieuwe bomen toe te voegen of een groene afscheiding te maken. Maar dat wordt dus een tuin. Een tuin die dus buiten de hoftuin die er in het midden ligt, maar aan weerszijden van het complex wordt ook vergroend. Ja. Oké. Volgende vraag, blijft de speeltuin? Hebben we het nog niet over gehad. Goeie. Misschien moet hij op de hof. Hij zal niet blijven in de huidige vorm, maar of er op de centrale hoftuin. Ja, waarom niet? Gelegenheid is om misschien iets qua spelen te gaan doen. Maar in ieder geval niet in de hoedanigheid zoals die nu is, zeg maar, als speelvoorziening voor de school. Hè? Dat gaat in ieder geval verdwijnen. Misschien een van de laatste vragen voor jou, Paul. En dan gaan we door naar de vragen die we aan Pascal willen gaan stellen. Waar is de achterom voor de woningen aan de Pieter Breugelstraat? Er is afstand. Ik heb even niet helemaal paraat bij welke woningen allemaal hun toegang hebben vanaf de achterzijde. Maar we hebben daar dus nu ruimte. En waar bestaande toegangen zijn, die worden ook volledig gerespecteerd. Dat geldt ook aan de onderzijde. En dat geldt ook aan de woningen aan de Rubensstraat. Waar toegang tot achtertuinen, bergingen en zelfs een garage aanwezig zijn. Dus als daar rechten zijn of toegang op dit moment, dan komt dat ook in het nieuwe plan terug. En daar is ook ruimte voor opgenomen. Dus we handhaven de bestaande toegangen van de woning aan de Pieter Breugelstraat. Voor zover die nu zeg maar zijn ontsloten, laten we dat intact. Ja. Daar is in voorzien. Oké, Paul, fijn. Ja. Dankjewel voor het beantwoorden van de vragen. En ga ik de volgende bevragen. Pascal, welkom heten hier aan de balie. Dag Pascal. Hey, goed, dank je. Nou, fijn om te horen dat er veel vragen binnenkomen op het scherm. De eerste vraag voor jou. De Turkse vereniging heeft 50% van de woningen. Waarom zoveel? En kun je iets zeggen over die afspraak?
Ja, de Turkse vereniging heeft iets minder dan 50%. Het zijn ongeveer 20 appartementen en het totaal is tussen de 50 en de 53. Dus het is iets een stukje minder dan de helft. En waarom zoveel? We hebben daar afspraken over gemaakt met de gemeente. Dat we de Turkse stichting zouden gaan huisvesten. En in het toenmalige plan, wat er lag, zeg maar, zonder het buurthuis te ronden, was er een bepaalde verdeling bedacht. En dat sloot toen op ongeveer 20 appartementen. Dus ja, er is geen directe reden om nou te zeggen van het moesten er 20 of 30 zijn. Maar dat was toen de afspraak. En die afspraken die hebben we gemaakt en die respecteren we. Oké. Ga ik naar de volgende vraag. Wordt de binnentuin openbaar toegankelijk? Nou, dat was straks een van de polvragen, waar we ook heel erg benieuwd naar zijn, naar de mening van de mensen in het publiek. Maar zijn daar al ideeën over zelf bij Woonbedrijf? Niet heel gerichte ideeën. Soms maken we complexen waar bewoners uiteindelijk zelf het prettig vinden dat die gesloten is. En nu vragen we het ook aan de omwonenden wat ze ervan vinden. Dus ja, we wachten wel graag af wat er uit die poll komt. We zijn daar niet heel sturend in vanuit Woonbedrijf. Als het uiteindelijk blijkt dat er overlast is, ja, dan zul je misschien maatregelen moeten nemen in de toekomst. Dus dat gaan we nog even bekijken. Dat punt staat nog even open, maar we horen graag hoe mensen daarover denken. Dus jullie policy is daar, kan op allebei de kanten op, hè? Vandaar ook die polvraag, denk ik, hè? Anders hadden we die niet gesteld. Oké. Zie ik een volgende vraag. De ronde gaf in het verleden veel nachtelijke overlast, zie ik. Hoe wordt geborgd dat er geen grote overlast gaat ontstaan als de ronde dichter bij de bebouwing komt? Dat begrijp ik niet helemaal, die vraag. In principe, zeg maar, wordt de ronde. We zijn nu aan het onderzoeken of die functie terug moet komen. Dus dat is één. Hè. Het is nog niet zeker, maar het lijkt er wel op alsof daar behoefte voor is. Maar dat gaat natuurlijk over de nieuwe buurfunctie die terug gaat komen. Ik verwacht dat de nieuwe buurfunctie bedoeld wordt. Ja. Die wordt dan geïntegreerd in de nieuwbouw en die moet natuurlijk voldoen aan de geldende eisen. En het is uiteraard ook een veel compactere buurtfunctie dan de oude buurtfunctie die ruim, ik denk wel 10, 20 keer zo groot was. Dus in die zin verwachten wij dat geen overlast gaat verzorgen. En dat is ook een beetje in de afspraken die we uiteindelijk gaan maken met een nieuw bestuur dat het gaat huren en uitbaten. Ja, en dat er ook gekeken wordt naar welke type verenigingen er straks gehuisvest gaan worden. Hè? Ja, helder. Ja. Oké. Is de bedoeling dat de ronde in het gebouw zit of maken ze ook gebruik van de grond eromheen? In principe is het de bedoeling dat ze gewoon de ruimte gebruiken die ervoor is. Het staat natuurlijk iedereen vrij om daar te lopen. Maar het is niet zo dat zij activiteiten buiten zouden gaan organiseren. Dat is niet in het plan voorzien. Nee, precies. Oké, helder. Laatste vraag voor jou, Pascal. Wat is ongeveer de leeftijd van de Turkse senioren? Heb je daar een idee bij? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de mensen niet naar hun leeftijd heb gevraagd. Maar het is echt wel senioren. En tegenwoordig praten wij over senioren. Vroeger was je dan vanaf 50 plus al senior. Maar tegenwoordig zit je dan toch echt wel dichter bij de 70. De meeste mensen zullen ook ergens tussen de 60 en de 80 zijn, schat ik in. Maar ik durf dat niet heel hard te zeggen zonder mensen in hun leeftijd te beledigen nu. Nee, precies. Maar het zijn ook mensen die met name gelijkvloers willen gaan wonen. Hè? Doordat ze ook ouder zijn en behoefte hebben om niet meer trappen te hoeven lopen, maar met de lift en gelijkvloers te kunnen wonen. Ja. Oké, dankjewel Pascal voor het beantwoorden van je vragen. En dan komen we bij de laatste ronde voor de vragen en nodig ik Sylvie Groenendaal van Woonbedrijf uit, die actief is als woonconsulente. Welkom Sylvie. Yes, dankjewel. We steken meteen van wal en krijgen de eerste vraag voor jou. Interessante vraag. Wanneer starten jullie met de verhuur van de woningen? Dat is natuurlijk een vraag die toch wel een tijdje in de toekomst kijkt.
Omdat we nu nog heel pril aan het begin van dit hele project, van dit hele traject staan. Gemiddeld starten wij met de verhuur van woningen tussen een jaar en een half jaar voordat we verwachten dat we gaan opleveren. Dus zoals de planning nu loopt, zou je denken aan begin 2023. Maar dat kan natuurlijk gewijzigd worden. Als wij gaan starten met die verhuur, voor de mensen die geïnteresseerd zijn om daar te komen wonen, is natuurlijk belangrijk, hoe weet ik dat jullie starten? In ieder geval komt dat op onze website. En we zullen ook ons best doen om andere kanalen in ieder geval in de buurt, in de omgeving, en eventueel via de nieuwsbrief en dergelijke jullie op de hoogte te houden. Oké, okay, helder. Dankjewel. Hebben we nog een vraag voor jou, zie ik voorbij komen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag van de mensen. Wat is de huurprijs? Ja, de huurprijs is nog niet exact vastgeklikt. Maar van belang is dat we in ieder geval een afspraak hebben in deze ontwikkeling. Dat het merendeel van de woningen, ik meen een stuk of 40 minimaal, onder de eerste aftoppingsgrens blijft. En dat betekent, dat is een beetje vakjargon, maar dat we op die manier voldoen aan woningen die bereikbaar zijn voor eigenlijk iedereen, voor ook de lagere inkomensgroepen en wat daarboven eventueel. Is die eerste aftoppingsgrens? Welk bedrag hoort daar dan bij? Ja, daar hoort op dit moment ongeveer €633 bij. Maar dat is iets, dat wordt ons doorgegeven van de Rijksoverheid. Dus dat wordt jaar na jaar geïndexeerd. Okay. Maar dat is het bedrag waar je aan moet denken, €633. En dat zijn de meeste woningen, begrijp ik. Ja. Maar niet alle woningen. Dus er zijn ook nog wat woningen die iets duurder worden. Of? Ja, er komen naar verwachting, hè? Die 40 woningen is onze intentie. En daarnaast hou je dus nog steeds een stuk of 10, 12, 13 woningen die daar wat boven kunnen zitten. Ze blijven wel allemaal binnen de sociale huur vallen. Dus en dat is de maximale huurprijs is dan? De liberalisatiegrens ligt op €750 ongeveer op dit moment. En daar blijven we onder. Oké, ja. Helder. Nog een vraag. Het programma geeft aan 50 tot 53 appartementen. Hè? Om heel duidelijk, nog specifieker te zijn, er zitten nu 52 appartementen in. Is dat inclusief of exclusief de 21 appartementen voor de Turkse ouderen? Dat is inclusief de appartementen voor de Turkse ouderen, voor de stichting. Ja. Ja. Helder. En wat ik daarnet nog even vergat te vermelden. Normaal gesproken verhuren wij onze woningen via WoonEasy. Ja. Dat is de website, de toegangspoort in Eindhoven en de regio voor alle sociale woningen. Als je interesse hebt, ik zou zeggen, ga alvast een keer naar die website kijken en schrijf je in. Het is gratis, het kost alleen tijd. Oké, okay. Dankjewel. Ja. Ik denk dat we hier een beetje tot een einde zijn gekomen van deze avond. Ik zou dan ook eigenlijk tot een afronding willen komen. Stel dat er vragen zijn die wij nog niet hebben beantwoord, omdat ze onduidelijk, niet helemaal duidelijk voor ons waren, zoals zojuist, dan zullen wij die nog beantwoorden via de website. Dus niet alleen alle vragen en antwoorden zullen wij beantwoorden op de website, maar ook de hele presentatie kunt u straks terugzien op de website. Ik ga heel even kijken of dat er nog vanuit de presentatie nog sheets zijn die we willen laten zien in het kader van de afronding. Ja, daarvoor verwijzen wij uiteraard, maar u kent de website www.woonbedrijf.com/delaak, want daar bent u tenslotte ook op ingelogd. Tenslotte nogmaals, mocht u aanvullende vragen hebben, informatie willen, noem maar op, dan kunt u altijd e-mailen naar een specifiek e-mailadres wat er opgericht is. En dat is het e-mailadres delaak@woonbedrijf.com. Misschien nog heel even terug, zie ik voorbij komen op mijn scherm hier. En dat is natuurlijk toch interessant voor u als deelnemer van de polvragen. De antwoorden op de polvragen die wij hebben zien binnenkomen. Poll 1. Hoe zou u graag betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen van het project?
Nou, daar hebben we de eerste uitslag van. Nou, via nieuwsbrieven het grootste deel, 45% zegt eigenlijk van het liefst via nieuwsbrieven. Een ander deel, 36% via online presentaties. En een kleiner deel, 18% via een klankbordgroep. Ik weet inmiddels wel dat de eerste mensen zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Dus dat is in ieder geval wel positief om te zien. De antwoorden voor wat betreft poll 2. Hoe kijkt u nu aan tegen de toegankelijkheid van de tuin? De tuin moet alleen toegankelijk zijn voor de bewoners. Nou, dat vindt 25%. Maar het overgrote deel zegt, de tuin moet voor zowel de bewoners als de buurtbewoners toegankelijk zijn. Het is toch leuk om te zien dat een groot deel van de buurt betrokken is en daar ook gebruik van zou willen maken. Dus 75%. Maakt mij niet uit, 0%, dus dat is heel duidelijk. En dan de laatste vraag, poll 3. Ik heb een goed gevoel bij de plannen die er zijn om het leegstaande schoolgebouw en het terrein daaromheen een nieuw leven in te blazen. Nou, 20% is het daarmee eens. 30% is het gedeeltelijk eens. 10% gedeeltelijk oneens. En de resterende, dat kan ik bijna niet zien op mijn schermpje, maar dat is 40% is het ermee oneens. Dus er zit precies een 50-50 verhouding in als ik het zo zie. Dus de meningen zijn verdeeld, is de conclusie. Nou, ik vind het goed om in ieder geval deze drie polvragen nu ook beantwoord te hebben. Hebben wij ook een beeld van hoe dit ervaren is. Ik wil alle sprekers vanavond danken voor hun aanwezigheid voor de toelichting. En ik wil u vooral als aanwezige vanavond bij deze online meeting hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw activiteit in het beantwoorden van de vragen. En wij spreken elkaar ongetwijfeld weer. Ik wens u een fijne avond.